Ik sta hier voor het Geertijs in het Staatskanaal, want hier is een nieuwjaarsfestijn van de muziekschool. Die gaan je muziekschool met uit, dat heet nou kunstenschool. Maar ik zou eerst tegen jij, man. Ik ben Nathalie Straatman-Jeur en ik ben de directeur van de kunstschool ZG. En wij hebben vandaag een nieuwjaarsfestijn. Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Er waren ongeveer 400 mensen waren er, dus dat is altijd een hele mooi aantal bezoekers. Het was een mooie selectie van wat we allemaal kunnen. Het was zowel jeugdtheater, er was dans, er was streetdance, maar er was ook een cello-ensemble, heel wat anders, een popband, een popcore. Dus ik was heel blij met de variatie die we allemaal hebben kunnen laten zien. Gaat er nog iets leuks gebeuren in 2018? Ja, jazeker. We hebben wel een beetje nieuws. Wat dat betreft, want we gaan samen met RTV1 gaan we streektaalconcerten dit jaar organiseren. En daar ben ik echt heel blij mee, want het komt natuurlijk heel dicht in de buurt van wat wij willen. Maar we hebben voor de eerste editie hebben we ook al gelijk een hele goede gast, namelijk Marlene Bakker. En die komt natuurlijk uit de regio, want die komt uit Smeerling. En die heeft nu net een debuut-cd gemaakt met streektaal. En dat wordt echt lovend ontvangen overal. En ze zit gewoon zondag 25 maart in de kunstenschool. Is dat gewoon live te bewonderen. €5 entree, geen geld.
Boon. Ook genoten van dit uurtje. Ja, fantastisch. Fantastisch. Altijd mooi om te zien hoe mensen met elkaar musiceren, dansen, toneelspelen. Mooi compact programma. Dus ik dacht, prima besteding van de zondagmiddag. Too high, I can't. Wanna drag my retirement. Too high.